huisdier. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 44. Het is van maandag 26 oktober tot en met zondag 1 november. Ik zal de kaarten schudden om te kijken wat week 44 voor de stier gaat brengen. Dan lijkt het stier alsof deze week een week is waarin je de gezelligheid op zoek van andere mensen. En voor de rest laat je het eigenlijk allemaal een beetje gaan zoals het komt. Je vindt het vooral gewoon heel prettig om onder de mensen te zijn, met mensen te zijn en met mensen gewoon gezelligheid te beleven. Hè? Want vooral het stukje gezelligheid, misschien lekker wat eten, misschien wat drinken, dat soort dingen, daar doe je het eigenlijk voor. En de rest, dat laat je eigenlijk een klein beetje gaan. Het zou zomaar kunnen zijn dat er aan het eind van de week misschien wel een bepaald besluit genomen moet worden. En ik heb het idee dat het besluit niet per se van jou uit jouw kant gaat komen, maar dat het meer een besluit is die buiten jou ligt. En daar wil je misschien ook nog helemaal niet over nadenken. En het kan zijn dat je juist daarom die gezelligheid wil hebben. En dat andere besluit, ja, dat komt dan eigenlijk wel, want je kan er toch geen invloed op uitoefenen. Zo lijkt je er deze week een beetje in te gaan staan. En wat het ook gaat worden, ik heb het idee dat je er wel mee instemt. Dat je eigenlijk kijkt naar wat jouw aandeel daarin dan moet gaan zijn. Maar het is geen stuk waar je zelf bepaalde besluiten van tevoren gaat nemen. Of geen iets waar je ook echt heel erg over in discussie gaat. Het is juist een stuk van, je laat het echt komen zoals het komt. En gaat daar ook gewoon voor de rest in mee. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.